Selderij, selderij. Ja, ik weet het gewoon. Bleekselderij, selderij, selderij, selderij. I don't know. Bleekselderij, dingen wat ik ga drinken de hele week. Selderij. En celery juice te gaan drinken en kijken wat er met mijn lichaam gebeurt. Dag 7 van mijn celery chillen. Echt super chill. Proost. Hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe week vlog. Ik heb vandaag deze week echt iets super leuks. Nou, super leuk. Ik dacht gewoon, het is funny. Dus om de hele week een celery juice te gaan drinken en kijken wat er met mijn lichaam gebeurt. Het schijnt echt super gezond te zijn. Mensen zitten echt helemaal, zijn helemaal lyrisch erover. Dat je als je 7 dagen achter elkaar celery juice drinkt, dat het dan echt awesome is. Dus ik ga het proberen. Ik eet nog wel andere dingen erbij, want anders ga ik dood neervallen en dat wil ik niet. Iedere dag ga ik sappen en dan alleen selerijsap. Het is echt fucking goor, want ik heb het al een keer geprobeerd om het gewoon tussendoor te drinken. Anyhow, dus ik ga dat vanaf nu. Het is maandag, het is 8 uur. Oh nee, het is helemaal geen. Het is 8:49. De jongens zijn naar school. Yeah. Ik ben echt blij dat ze naar school gaan. Sorry, ik ga echt niet voor je liegen. Ik ben echt wel blij dat ik even de momtime heb. Dat ik in de ochtend gewoon lekker relaxed mijn broodje kan eten. Waar ik zoveel waarde aan hecht. Anyhow, ik ga sappen. Zo onbeschoft. Ik heb niet eens laten zien wat ik aan het eten ben. Mijn mond is ook nog vol, dus excuse me for that. Maar voor ontbijt heb ik een havermoutkoek die al half opgevreten is, zeg maar. Ik hou van deze koeken. Ik haal ze vers bij de bakker en ze zijn echt mijn nieuwe verslaving. En een kop thee. En vanochtend heb ik al koffie gehad. En dit keer had ik geen decaf koffie, ik had gewoon normale koffie. Vandaar dat ik misschien zo heel erg hysterisch achter elkaar aan het praten ben. Zo ziet mijn lichaam er dus uit. Voordat ik ga cleansen. Ik heb altijd wel last van een klein onderbuikje. Dat is een beetje mijn handicap wat ik heb. Ik kan echt serieus diëten wat ik wil, maar die onderbuik is echt... Ik ga hem even goed laten zien, hier heb ik wat meer licht. Dit is dus hoe mijn lichaam is voor de cleansing. Voordat ik dus ga beginnen met mijn... Ja, ik weet het gewoon. Bleekselderij, selderij, selderij. Selerij. I don't know. En ik ga nu mijn sapje maken. Wat ik ook zo niet lekker vind. Oké, ik zal het nog één keertje even goed laten zien. My body, dit onderbuikje. Ik ben nog hard op weg om dit hier weg te krijgen, zeg maar. Ik heb het idee dat hoeveel ik ook dieet of sport, dat het onderbuikje van mij na 2 kinderen gewoon niet meer weg wil. Oké, daar staat hij. Ik moet hem maar even pakken. Drie stengeltjes gedaan. Hoe gaat die ook weer aan? Hij is aan. Klein mini sapje. Maar of het lekker is, dat is een ander verhaal. Oké, ik vind het niet lekker. Dit is dag 1. Daarom heb ik het ook met ijs gedaan, zodat het wat wateriger wordt. Ik weet niet of na dag 4 of 5 of zelfs 6 of 7, de laatste dag dus, dat ik denk van, oh, wat is dit awesomely good. Ik heb een beetje hard hoofd in, ik vind het echt vies. Oh. Ik ben benieuwd wat dit doet later in de toekomst. En ik had beter naar achteren drinken meteen nadat ik het in etappes doe en dan komt het helemaal niet op. Een hele goede morgen. Het is vandaag dag 2 van mijn bleekselderij dingen wat ik ga drinken de hele week. 7 dagen.
Ja. En ik ga dus nu beginnen met mijn sap maken. Maar we shall see. Misschien dat het vandaag anders is. I don't know. Ik heb het gewoon ook zo gelaten, dat ding. Zo, dus ik ga gewoon alles snijden en het weer erin doen. Het is vandaag ook echt super koud. Nou, super koud. Het is gewoon koud. En het is vandaag ook een hele saaie dag. Ik weet niet, ik zit ook echt in zo'n luie mood. Weet je, als je geen zin hebt. Dat heb ik de laatste tijd best wel vaak eigenlijk. Maar misschien komt het ook omdat het echt corona shit is en zo. En dat je echt vaak thuis bent. En ja, een beetje luier begint te worden ervan. Right now. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, nou, ik heb in ieder geval niet zo heel veel, maar dat maakt niet uit. Vorige keer vond ik het ook echt niet te pruimen, dus. Proost, hè? Misschien andere keer gember of zo erbij doen. Dat het iets lekkerder wordt, want I don't like it, like at all. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer dag 4. Volgens mij zitten we op. En ik heb hem weer gemaakt hoor. Yay! Yay! Echt super chill. Proost. Oh, het went niet hoor, de shit. Nee, het went echt niet. Het is gewoon echt jakkie. Wat doe ik mezelf aan? Even serieus. Ik zie ook nog niet echt een verandering. Maar ik ga zo even voor de spiegel staan en kijken of ik verandering zie. Want ik merk wel tussendoor, dat lieg ik dus, ik merk wel verandering. Want ik ben vanochtend dus naar de wc gegaan en het kwam er heel, zeg maar, heel soepel uit. Zoals jullie weten heb ik echt last van mijn darmen altijd, komt het er heel stroef en hard uit. Maar deze ochtend kwam het er heel soepel uit. En ik merk ook dat mijn buik niet zo heel erg opgezwollen is. Maar ik zal het zo even laten zien. Wanneer ik dit overheerlijke drankje heb opgedronken. Zo lekker. Het is echt super lekker, joh. Echt. Ik geniet volop. Wat ik trouwens ook echt super erg vind, is dat het vandaag, het weer is echt niet gewoon. Het is gewoon geen weer. Ik doe hier ijsblokjes bij. Omdat ik het anders echt niet te zuipen vind. Maar het is koud. En ik ben een koude kleun, dus. Ja, dit klopt zeg maar niet. Ik heb liever een soort van theevorm of zo hier zitten. Maar ik denk dat dat helemaal niet weg te hachen is. Maar oké. Even. Oké, ik heb toch maar heel even mijn trainingskleren aangedaan. Want ik ga denk daar ook nog even sporten. Oh, ik heb echt stevige nippels. Ik heb meestal wel last van hier zo'n onderbuikje. Maar ik merk nu dat die echt wel wat minder is geworden. Ik ben dus net ongesteld geweest. En meestal als ik ongesteld heb, zit ik echt helemaal onder. Dus daar, dat is wel, kijk. Ah, hier heb ik een plekje. Hier ook. Dus mijn huid merk ik nog niet zo heel veel. Maar ik merk wel dus mijn onderbuik. Dat die dus veel minder opgezet is. En dat mijn stoelgang nu dus wel wat beter is. Omdat het nu wat soepelder eruit komt. Soepeler eruit komt meer. Verder vind ik het nog steeds super goed om te drinken. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dag 4 alweer van mijn celery challenge. Ik dacht dat ik 7 dagen dat ga drinken. Het is vandaag, ik weet even niet welke dag het vandaag is, maar ik ga nu eerst even naar de stad, want ik moet echt kleren kopen voor de jongens bij de Sarah, want alles is zeg maar te klein. En daarna gaan we sappen, want ik ben al laat. Ik heb heel snel mijn make-up opgedaan en heel snel aangekleed en alles, maar ik moet nu echt opschieten. Echt. Ja, laat ze zien dan. Ja, staat echt heel leuk. Ja, die is ook goed. Oh, die heb je al gekeken voor die maten dan? Zij is wel goed. Ja, ik heb 110 naar maat. Oh, oké. Oké, tot zo. Kijk eens.
iets verder weg staan. Ja, die is echt leuk. Staat je cool. Daarachter. Met al die duiven. Veel, hè? Bah. We zijn hier niet echt bang voor mensen. Schrok je niet? Hij is wel bang. Hij is wel bang. Mooi, hè? Ja. Het is wel lekker eigenlijk. Ja. Wat groot, hè? Ja. En we krijgen een gratis cookie. Oh, we hebben echt heel veel eten. En een Jezus. Gratis cookie. Yeah. We moesten zelf nog meer. Hij zegt: neem al die koekjes maar mee. Ik zeg: nee, nee, nee. Oh, zo, zo nice. Echt niet normaal. We gaan echt vreten thuis. Nee, dit is echt lekker. Oké, het is nu. Bijna 3:30. Ja. Wow, hij kan schieten. Het is nu bijna 3:30 en ik moet nog steeds mijn sap drinken, dus dat ga ik nu doen. Ik ben net bij de Bijenkorf geweest in Sarah en heb ik echt wat leuke spulletjes gekocht. En ik heb eindelijk mijn schoenen gekocht die ik echt al heel lang wilde. Maar ze waren echt tyfus duur. Maar ik heb ze nu dus toch gekocht. Maar ik ben er wel echt super blij mee. Ik ga het zo laten zien. Ik ga eerst even mijn sapje maken, want dat moet ik echt doen, want anders wordt het veel te laat. Oké, daar gaan we. Ik ga hem in één keer achterover drinken. Oh, wat ik wel even wil zeggen. Ik ben dus vandaag al 2 keer naar de wc geweest. Ik heb 2 keer gepoept. Dat is echt heel erg awesome, lief voor mij. Want ik heb echt een hele moeizame stoelgang. En dat ik 2 keer heb gepoept. Normaal poep ik 1 keer in de 3 dagen. En nu heb ik 2 keer op 1 dag gepoept. Vind ik echt awesomely good. Dus mijn stoelgang is hier wel blij mee. Alleen mijn smaakpupillen zijn hier minder blij mee. Oké. Het went ook niet. Het went ook echt niet. In 1 keer op. Oké, dit zijn mijn tassen. Die ik nu mee naar boven ga nemen. En dan ga ik daar laten zien wat ik heb gekocht. Hey! En hij zit ook heel erg lekker. En bij de Zara waren deze in de sale. En ze hadden mijn maat nog. Dus dit schoentje. Die vond ik ook echt super cool. Die heb ik dus ook gekocht. Ik ga hem openmaken. Hij is ook mega groot. Kijk eens. Oké. Het is niet echt een nieuw model of zo, hè, maar deze. Ik vind ze zo cool. Ik wilde ze echt al heel lang. Maar ik vond ze veel te duur heel lang. En nu denk ik van, ik dacht gewoon van fuck it. Ik ga het gewoon doen. Fuck it. Fuck it. Ik verdien het gewoon, dacht ik. Gewoon self love. Dus ja, ik heb ze gekocht voor mezelf. Nu ben ik er zo blij mee. Dat is helemaal niet de bedoeling dat ik dat vandaag ging kopen. Maar ja. Oké, nu heb ik mijn nieuwe broek aan. Met mijn schoenen. En I love it. I love it, love it, love it, love it, love it. Vind ze echt, en ze zitten ook lekker. Zo laat ik deze heb gekocht. Oké, ik heb echt niet de juiste BH, want je ziet hem er gewoon doorheen. Maar oké, ik kan hier wel wat mee, denk ik. Een hele goede morgen en welkom bij dag 5 van mijn zelderij, ik weet nog steeds niet wat het heet, challenge. Ik heb vandaag nog niks gemaakt, maar ik ga nu eerst even een Alessio wegbrengen naar een vriendje. En daarna ga ik dan aan de bak. Daarna ga ik mijn sapje weer maken. Dat Oso heerlijke sapje wat ik heel iedere dag drink nu. Oso dol ben. Anyhow, nu is de volgende dag, dus nu ga ik hem wel weer doen. Ik heb ook weer nieuwe dingen gekocht, want het was op. Ik heb er meteen 2 gehaald. En het is freaking hot vandaag, ik zweer het je. Hot, hot, hot. Anyhow, ik ga nu maar even beginnen met mijn sapje. Oh. It's me.
Een hele goede morgen. Het is vandaag dag 7 van mijn celery challenge. Het is de laatste dag. Ik ben net wakker. Ik ga eerst even mijn body laten zien en alles. Wat ik heb gemerkt wat er veranderd is. En dan ga ik mijn laatste sapje nemen. En ik denk dat ik hierna nog wel doorga met sappen. Hoe zeg je? Niet iedere dag meer. Af en toe gewoon. Oké, ik ga even snel mijn BH aan doen, want ik zit nog in mijn pyjama. En dan laat ik even mijn figure zien. Figure. Ik ben klaar. Oké, ik heb even mijn pyjama nog aan. Maar dit is hoe het nu is. En ik moet zeggen, echt wel een verschil qua dat het opgeblazen is. En niet dat ik echt af ben gevallen of zo, dat niet. Maar het is wel wat minder. Even mijn topje wat beter vastmaken. Door je sap te drinken. Alleen voor mijn volgende challenge, voor mijn volgende weekvlog, had ik in mijn hoofd om dan 1 week lang alleen maar buikspieren te gaan doen. En ik ben echt benieuwd wat dat van voor verandering geeft. Want, zoals jullie weten, heb ik best wel last van een klein onderbuikje. Die maar niet weg wil. Dus ik ben benieuwd met de buikspieren of ze dan wel weg willen gaan. Of het dan wel weg wil gaan. Ik zal het nog even hier laten zien. Dit is het nu. En mijn onderbuik. Ik moet even het broekje aan strak trekken. Ik kan niet naar beneden, want mijn onderbroek zit daar. Oké, voordat ik ga sappen, wil ik nog even mijn huid bespreken. Kijk, ik heb nog wel wat vlekjes hier en daar. Maar ik heb dus nu geen make-up op. En ik moet zeggen, voor de rest heb ik geen zware ontstekingen meer. Of, ik ben er wel blij mee eigenlijk, een beetje een glowy. Dus ik weet niet of dat aan de sap ligt, omdat ik al zei dat ik daarnet, voordat ik begon met dag 1, was ik net ongesteld geweest. Dus ik weet niet of het aan de sap ligt, maar het ziet er wel goed uit. Mijn bril weer op, anders zie ik helemaal niks. Oké, ik ga nu mijn laatste sap drinken. Oh, het is zo traumatisch. Maar ja, here we go. Jij wilt ook, hè? Met ijs of zonder? Doe maar met. Kijk het u eens. Oh, heerlijk. Lekker, hè? Lekker, hè? Ja. Oké, ik ga dit nu even opdrinken. Daarna ga ik me aankleden, want het zonnetje schijnt. Het wordt echt super lekker weer vandaag. Hoe vies ik het ook vind, het is wel echt super gezond voor je. Maar ja, het is gewoon niet lekker. Echt niet lekker. Maar het is wel heel goed voor je. Dus ja, die afweging moet je dan zelf een beetje maken of je dat wil doen of niet. Veel beter naar de wc ga, veel minder opgeblazen gevoel heb in mijn buik. En dat mijn huid wel iets beter ervan is geworden. Dus dat zijn wel allemaal voordelen dat ik denk van ja, voor dat wil ik wel heel even viesheid in mijn mond hebben. Voor heel even dan, want het is ook zo weg. En met ijs, oh, dat is ook beter. Dat was in ieder geval het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven. En te abonneren door hieronder te klikken. En dan zie ik jullie bij mijn volgende vlog weer. Of bij mijn volgende video. In mijn volgende week volg ik weer een challenge doen. Dan ga ik iedere dag in de ochtend en in de avond buikspieren doen. En ik ben super benieuwd naar wat het resultaat gaat worden. Ben je nog niet uitgekeken, heb ik hier of hier in het i'tje genoeg video's over wat ik op een dag eet. Afvallen, chit-chat, everything. Dus blijf vooral kijken en dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Love you! Your friends want you every time I call. I know, you know, I've done nothing wrong. You can't help but try to write me off. You won't let me have it all.